Dingmanschappen voor beveiliging en bijstandsdienst. Oroko samen naar een school toe voor dame a misdaad in. En tide umbetaki naar een hoofd voor a dienst, Iwan Terborg. En dat beleg uit sana model en fa a dienstdici oroko samen naar een school toe voor pak a criminaliteit aan. De BBS die gaat zoals wij de opdracht hebben gehad van de minister, die assistentie verlenen. Ik moet me wel haasten om te zeggen dat de afgelopen tijden de BBS al wat ondersteuning verleent aan de politie in de vorm van operatie Hoop. Dat is om en bij al 2,5 jaar dat die operatie gaande is. Maar nu met dit criminaliteitsplan heeft de BBS dan eigenlijk besloten ook naar gelang de omstandigheden. En we leven ook in die gemeenschap, we zien wat er gebeurt. Om dan die ondersteuning ook te verlenen. Ja. En dat gaat, is de afgelopen dagen al heel schoorvoetend opgestart. Omdat we bezig zijn die proef te draaien. We moesten even nog wat personeel bij elkaar rapen. Letterlijk en figuurlijk rapen hoor, want we zitten ook met de onderbezetting. Maar dat is niet zo'n probleem. We hebben ervoor gezorgd dat we dan het personeel zodanig enthousiast gemaakt hebben dat men toch wel even die werkzaamheden wil uitvoeren. En het loopt tot nu toe. Op welke wijze gaat die ondersteuning plaatsvinden? De ondersteuning vindt plaats door middel van een verhoogde surveillance. Die dan plaatsvindt vanuit de basis van de BBS. Met het voertuig van de BBS. Dus duidelijk zichtbaar voor de gemeenschap dat de BBS dan ook deelneemt aan dit project. Ja. Voor hoe lang gaat dit gebeuren? Nou, aan de hand van wat het beleid zegt, gaan wij er tegenaan. Ik denk dat we de komende 1, 2, 3 weken zeker serieus bezig zijn om dan te kijken hoe zaken lopen. En dan als het door moet gaan, dan gaan we gewoon door. Het personeel wordt dan zodanig ingezet. Daar niet gelaten dat we de reguliere werkzaamheden niet moeten verwaarlozen. Maar dus, de mensen zijn enthousiast om het werk te doen. Ja, die core business van de BBS is om eigenlijk hoogwaardigheidsbekleders te beschermen, overheidsgebouwen, etc. Maar zijn ze wel goed uitgerust om mee te werken aan dit plan? Oké, wat dat stukje betreft zijn we vrij goed uitgerust. De mensen zijn ook getraind. We hebben die mensen in huis. Dus vandaar dat ook, ik denk, gelijk de minister heeft besloten om dan de BBS als een van de eerste organisaties dan ook in te schakelen wat dat stukje betreft. Omdat men dat ook bekend is met onze werkzaamheden en we hebben de mensen die dat werk kunnen doen, die ondersteuning verlenen aan de politie. Ze hebben hun achtergrond, ze hebben hun bagage. Dus met dit soort van opdrachten kunnen we naar gelang de mogelijkheden er zijn, kunnen we dan een beroep doen op verschillende personeelsleden die dan ingezet worden voor dit soort van acties. En dat, zoals ik ook al zei, bij operatie Hoop is vaker de BBS dan ook in afspraak geweest. Afspraak niet negatief, omdat men de BBS niet echt kent. Weet je, maar dus naar gelang je bezig bent, dan word je wel bekend. En in deze operatie gaat men duidelijk ook de BBS herkennen op straat. Hoe gaan ze die dienst herkennen of de maatschappen? Omdat ze duidelijk in een voertuig zijn van de BBS. Weet je, en dat is dan een van de manieren waarop men dan ook de BBS gaat herkennen. De mensen hebben ook hun BBS-uniform, waarbij ze dan ook zodanig zichtbaar zijn. En de afgelopen dagen heeft men ook kennis gemaakt met ze, ja, anders. Omdat er maatregelen getroffen zijn op straat tijdens de lockdown. Ja. Weet je, men is niet overgegaan tot overbrengen of aanhouden, maar men heeft corrigerend opgetreden en de rapportage die ik heb gehad, dat men toch wel vrij goed naar de mensen heeft geluisterd en men niet ongehoorzaam is geweest. Wat zijn de specifieke taken van de manschappen tijdens de uitvoering van dit plan? Natuurlijk. Op de eerste plaats surveilleren,
corrigeren waar nodig en indien nodig de assistentie inroepen van de bevoegde instanties om dan verder te gaan met het eventueel geconstateerde. Maar dus waar men kan corrigeren, dan doet men dat en die afspraken zijn ook gemaakt. Ik denk dat in de toekomst, want dus is men echt bezig met kijken hoe het gaat, maar dat dan in combinatie met een politieman aan boord, men dan direct ook kan uitreden, zodat bij constateren van een zodanig feit, dat er ook dan gelijk een bevoegde is die kan aanhouden, of tenminste die kan onderzoeken wat er gaande is. Want wij zijn BAVP'ers, toch, we kunnen niet opsporen. Maar als dat eventueel gelijk moet gebeuren, dat je dan iemand aan boord hebt die dat gelijk kan doen. En die dan de verdere stappen kan ondernemen. Maar voor de rest, alles wat er gedaan moet worden, dat mogen we wel doen. Ja. Operatie Hoop heeft al plaatsgevonden. Als u de evaluatie heeft gemaakt, wat zijn de verbeterpunten om mee te nemen naar de volgende stap of het volgende plan? U bedoelt het plan dat nu in werking is? Ja. Oké. Natuurlijk, je weet niet dat zo'n plan komt. Dus de ervaring die men heeft opgedaan en het aantal personeelsleden die we hebben ingezet bij Operatie Hoop, dat is ook een voordeel voor ons geweest. Dat men een bepaalde ervaring heeft opgedaan. Die drukking hebben ze al meegemaakt op straat met Operatie Hoop. Want het is geen makkie. Want de straat is niet makkelijk tegenwoordig. Het is nog erger geworden dan toen wij nog jong waren. Weet je, dus de mensen hebben die drukking ondervonden. Dus met dit plan nu zijn de mensen wel fysiek, geestelijk, mentaal zijn ze goed voorbereid om er tegenaan te gaan. U sprak over het aantal personeel dat was ingezet voor Operatie Hoop. Hoeveel manschappen had u toen ingezet? Het aantal manschappen ga ik u jammer genoeg moeten onthouden. Weet je, want in elk geval, we hebben zeker een aantal mensen die we gelijk kunnen inzetten. En mensen waarop we eventueel, als het moet, nog een beroep kunnen doen. Maar dus we hebben wel standaard mensen die dan dat zaakje ondersteunen. En tot nu toe met goed gevolg. De straat.